ik vind gewoon niet normaal dat mensen elkaar pesten. Ik zeg stop het pesten. Back from the dead. Leuk dat je kijkt naar deze video. Je ziet al aan de titel, misschien hier zo of hier zo, dat het over mijn pestverhaal gaat. Ik ben natuurlijk vroeger gepest op mijn, moet zeggen, meer op de hogere school. De school heet Segment. Ik had al natuurlijk eerder deze verhaal verteld. Van deze soort van verhaal, maar ik ga nu nog doen, maar dan een pestverhaal, dacht ik. Ik ben vroeger op een hele hoge school. Ja, ik heb natuurlijk al school afgemaakt. En toen heb ik... Maar het gaat erom van dat één jongen echt zal mij zat te pesten. Ik ga geen namen noemen. Maar het enige wat ik wel weet, wat ik al ga vertellen, is dat hij voor me stond. Dat hij zegt van, je hebt zo'n lelijke kop, ik zou jouw kop eraf willen trekken. Dat deed me wel wat. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik was sprakeloos ervan. Maar ik vind het gewoon niet normaal dat mensen elkaar pesten. Ik zeg, stop het pesten. Echt, stop pesten. Het slaat gewoon nergens op als mensen elkaar gaan pesten. Het slaat gewoon nergens op. Stop er mee. En ik word vaak ook gewoon, ik werd ook vroeger vaak Harry Potter genoemd. Een aap. Maar gewoon het ergste vond ik gewoon dat ik zeg van, je hebt zo'n lelijke kop, ik zou je kop eraf willen trekken. Dat is gewoon het ergste wat mij raakte. Dat deed me echt heel erg zeer, ja. Ik kan er nu niks voor doen. Gelukkig zie ik hem nooit. Maar er is nu één persoon hier in de buurt. Die heb ook vroeger mee op school gezeten. Die maakte mij zwart nu. Ik zeg fuck hem. Als jij mij probeert zwart te maken, ga eens lekker zo door. Je kan me echt niet pijn doen hoor. Ik denk nu van fuck haters, wat dan ook. Ik blijf gewoon doorgaan. Boeien me niet wat iedereen jullie ervan vinden, video's. Ik blijf gewoon video's maken, gewoon omdat ik het leuk vind. Niet omdat wat andere de reden, maar omdat ik het leuk vind om te doen. Hoe mijn leven staat. Mensen die wel mijn steunen zijn Joya, Rens en ik zie ook Kim, Hans. Ik wil jullie ook namens jullie ook bedanken, maar ook natuurlijk de rest van de kijkers. Natuurlijk wil ik bedanken. Want die namen heb ik genoemd zijn niet de enige, maar ik vind, als ik eerlijk moet zijn, wel. Ja, er zijn mensen die ik natuurlijk ook ken. Zoals jullie hebben gezien was het feestje ook leuk, maar dat gaat niet om. Maar die wil ik natuurlijk ook bedanken. Jullie allemaal bedanken die mij geabonneerd heeft. Mensen mij geabonneerd hebben. Bedankt voor jullie abonnees. Ik ga proberen echt leuke video's van Mak te maken. En ik hoop dat het pesten gewoon echt stopt. Stop het pesten. Alsjeblieft. En als ik ook eerlijk moet zijn, echt eerlijk, heb ik ook aan zelfmoord zitten denken. Mensen maken helemaal niks uit wat je zo al tegen iemand zegt. Van, alles wat je zegt. Bijvoorbeeld, zou ik hem als voorbeeld nemen. Alles wat je zegt doet al pijn bij iemand. Dus onthoud dat voor mensen die... Ik heb eigenlijk trouwens, ik had al mij. Maar
Onthoud dat trouwens. Onthoud dat, dat je dat niet... Sommige woorden kan je gewoon niet zeggen, vind ik. Sommige wel, sommige niet. Sommige wel, sommige niet. Maar gewoon pesten moet gewoon echt stoppen, wat ik al zei. Ik vind het gewoon niet kunnen, pesten. Gewoon echt niet kunnen. Ik heb echt... Ja, hoe kan ik uitleggen waarom ik... ...ik gepest ben? Dat weet ik zelf ook niet. Ja, misschien dat ik anders ben dan anderen. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit dat ik anders ben dan diegene of diegene? Maakt toch niet uit? Iedereen is gelijk. Als ik eerlijk moet zijn, ben ik trots hoe ik ben. Echt trots. Want als ik nu zie hoeveel Albanese ik heb. Ik heb natuurlijk al getweet van waarom ben ik nou zo onzeker over mezelf. Ik weet het niet. Ik weet nu niet meer waarom ik onzeker was van mezelf. Zo, dat is eruit. Zo, ik moest er even eruit gooien. Nou, moet ik zeggen, het heeft heel veel dingen met me gedaan. Nou, scheiding heeft niks eigenlijk. Ik weet het niet. In ieder geval, één persoon heeft me echt veel pijn gedaan. Gewoon een algemeen ook op straat. Al loop ik gewoon ergens. Ze keken me raar aan, maar waarom? Dat durf ik gewoon niet te zeggen. Ik vind gewoon iedereen nogmaals is gelijk. Ben jullie ook trouwens nog met me eens van wat ik anders zeg? Doe even dan blauw duimpje omhoog. Zijn jullie het niet mee eens? Jammer. Zou ik heel jammer vinden dan... Als... Ja, ik wil iets zeggen, maar ik weet niet of ik dit kan zeggen. Hoe kan ik op een nette manier zeggen? Ja, dat is lastig. Sommige dingen kan je al zeggen, maar niet soms op een nette manier. Maar dat is wel moeilijk natuurlijk. Ja. Nou, om zo te zeggen, laat maar zo zeggen. Mensen die mij niet begrijpen, of wat dan ook. Die mensen ook niet met me eens zijn. Die vind ik te horen dan niet in mijn leven. Vind ik, als ik eerlijk moet zijn. Dus. Maar tof dat je hebt gekeken naar deze video. Vergeet niet hier beneden te abonneren. En vergeet geen duimpje achter te laten. Maar als je het met me eens bent. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Laters! Back from the dead.